16. Wat voor mooie dingen heb je allemaal gedaan in 2016? Of meegemaakt in 2016? Ja, ik weet wel. Ik heb twee diploma's gehaald. Uh, ik heb een duikdiploma gehaald en ik ben officieel juf. En daar ben ik eigenlijk wel trots op dat ik nog, uh, mag ik wel zeggen, op laatste leeftijd nog uh, twee diploma's heb gehaald. Ik heb daar heel veel lol in gehad. Nou, dat is ook ontzettend mooi. En voor 2017, wat zou je daarvoor wensen. Ja, um, als we ja toch uh, zeker omdat er nou ook uh, in 2017 landelijke verkiezingen zijn, maar dat de politiek in Breda uh, ja, ik vind toch wel verder gaat leven. Uh, dat we een raad hebben die samen uh, de schouders zet, uh, dat, ja, dat dat een, een echt iets is waar we trots op kunnen zijn. De gemeenteraad van Breda. Dat het minder de losse partijen, maar dat het echt is de, 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 het orgaan wat onze stad uh, uh, verder helpt. Dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Als je terugkijkt op 2016, welke dingen zijn er dan waar je ontzettend trots op bent? Waar ik trots op ben? Nou, ik denk op de breda naast, denk ik wel, die ik de afgelopen jaren overal ben tegengekomen. Nou, ik denk dat we het heel erg goed hebben gedaan met een aantal plekken die we in Breda groener hebben gemaakt, die we veiliger hebben gemaakt voor fietsers en die we leuker hebben gemaakt om te zijn en om je vrije tijd te besteden. We hopen dat we daar breda gewoon echt een stukje beter mee hebben gemaakt. En daar gaan we voor. Waar zijn jullie het meest trots op? Het meest trots zijn we dat we heel veel hebben kunnen verwezenlijken in de woonagenda. Dat we daar heel erg effectief mee aan de slag zijn gegaan. Niet alleen als raad en college, maar zeker ook met degenen die er gebruik van maken. Op een heleboel dingen eigenlijk wel. Nou, goed, je moet altijd trots zijn in het leven. Maar ik hou een politiek deze keer. Het meest trots ben ik natuurlijk op die mevrouw naast mij, eh, Viola de Bruin, mijn opvolger dit jaar. Nou, ik ben het meest trots op dat we in ieder geval qua inhoud zijn gaan groeien. Dat wij ook uh, met verschillende werkgroepen, noem maar op, dat wij daar ook vertegenwoordigd zijn. En met name ben ik erg trots op dat ik voorzitter geworden ben van de werkgeverscommissie. En de werkgeverscommissie van de raad? Van uh, de werkgeverscommissie is, dus aanhalingstekens, de baas van de griffier. En, en de griffier die begeleidt weer de griffie. Iedere maand ga ik even een fietstochtje maken hè, door een wijk of een buurt. Als ik zie zoveel mensen die zo enthousiast bezig zijn voor hun buren, voor de buurt, voor de wijk, voor het dorp. Ja, fantastisch. Dus, ja, dan iedere, iedere maand weer een feestje om, om daar uh, langs te gaan. Daar ben ik echt trots op, op, op onze Bredaarnaars. Ja, dat is toch echt de opening van ons HSL uh, station. Uh, daar heb ik zelf uh, 14 jaar uh, aan gewerkt. Uh, daar is 20 jaar voorbereidingstijd voor geweest, 4 jaar bouwtijd voor geweest. En nu eindelijk is dat station geopend. Ja, ik ben toch wel heel erg trots op al die taalvrijwilligers in onze stad. Taalvrijwilligers, taalmaatjes, uh, van het gilde, welkomstaal. Allerlei verschillende initiatieven die mensen die wat moeite hebben met lezen en schrijven, echt vrijwillig uh, ja, aan, aan taalverbetering helpen. Ja, afgelopen jaar zijn er zoveel processen geweest. Denk aan bijvoorbeeld Breda Doet, waar echt veel breda naar aan meedoen. En ik vind dat wij daar als stad lef mee tonen en uh, daar ben ik echt wel trots op. De, de kern van het, het hele politieke gedoe is dialoog, maar dan vruchtbare dialoog, met juiste argumenten, met goed overleg en uiteindelijk met compromis. En dat vind ik, dat klinkt simpel, maar het is heel moeilijk. En dat vind ik heel knap, dat is mijn grote ontdekking. Niet uh, bewijzen van je gelijk, maar compromis kunnen sluiten. Ik ben super trots op de aanvullende voorstellen die wij als CDA-fractie hebben gedaan. Voor 2017, voor een beter Breda. Die zijn tot stand gekomen met 50 organisaties en individuen. En uh, ja, dat vond ik een prachtige samenwerking. En is het ook precies geworden wat u had verwacht? Ja, het is, het is het mooie dat we, ik heb er met de architect nog eens op teruggekeken op alle discussies die we gehad hebben. Dat we heel veel dingen die we in onze visie hebben gezet voor die spoorzone en ook voor dit station. Dat het uiteindelijk gewoon precies zo uitpakt zoals we het hebben gewild. Bijvoorbeeld de verbinding tussen de, 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 de Zuidwijk en de Noordwijk, de stationskwartier en de Belkrum. Ja. Dat het gebouw ook echt die brugfunctie heeft. En dat vind ik wel heel geweldig. Nou, om uh, twee voorbeelden te noemen, uh, onze wethouder Mirjam uh, Haag, die uh, uh, uit de schroeven totaal held, fantastisch. En uh, wat wij gedaan hebben als fractie, uh, onze fractievoorzitter Henk van de Velde, uh, door hem uh, is er een motie aangenomen en worden er nu daadwerkelijk meer sociale woningen uh, gebouwd. We kijken met trots terug in 2016 uh, op uh, de alternatieve begroting die wij gemaakt hebben. Um, voor Breda en waarin we hebben laten zien dat er ruimte is voor meer groen, een duurzamer stad en een veel socialer beleid dan er nu gevoerd wordt. Waar ben je het meest trots op? Het meest trots op, ja, dat ik in een prachtige stad uh, woon en werk en daar gemeenteraadslid ben. En daar ben ik echt trots op. Waar ik vooral mee trots op ben, is dat wij als SP nu weer mee besturen. En uh, dat houdt in vooral veel overleggen, vergaderen, stukken lezen. En dat we daarbij betrouw blijven aan datgene waar wij voor staan. Dat is namelijk HUP, de buurten in. We hebben uh, ideeën geopperd via moties, via eigen onderzoek, om woningen duurzamer te maken. Niet duurzamer alleen het dak, maar ook duurzamer het gebruik van apparaten, van de beleving, van het uh, uh, duurzaam slopen. Daar zijn we trots op. Hoe is de, de alternatieve begroting ontvangen? De alternatieve begroting is door uh, eigenlijk alle partijen en ook door het college uh, heel positief ontvangen. En uh, complimenten hebben we gekregen aan alle kanten. Alleen hij is natuurlijk niet aangenomen, maar dat is voor de toekomst. Als je terugkijkt naar 2016, waar ben je dan het meeste trots op? Nou, we hebben natuurlijk een heel aantal uh, doelen bereikt. Maar als ik gewoon eens even terugkijk en het eerste wat eigenlijk in me opkomt, is toch wel uh, dat mijn dochter geslaagd is voor het gymnasium. Ja. En ook door de selectie heen is en inmiddels in Nijmegen uh, geneeskunde studeert daar mag je zeker trots ja, op absoluut. zijn, heel ja. mooi. Uiteraard ook de andere kinderen ben ik ook apart trots op. En zijn er ook nog dingen waar je trots op bent die je zelf uh, hebt uh, gedaan of uh, bereikt hebt in 2016? Ja, daar ben ik veel te bescheiden voor. Joh. Dat is, trots op jezelf, dat is zo. Uh, dat moet, dat mijn moeder moet trots op me zijn en volgens mij is ze dat en uh, daar ben ik al blij genoeg om. En als je kijkt naar je persoonlijke leven, wat zijn dan de hoogtepunten in 2016? Oh, die waren er ook echt wel genoeg. Uh, ik ben voor de tweede keer moeder geworden uh, van een uh, prachtige dochter, Cateau. De vorige keer dat ik hier voor een microfoon stond, uh, toen zat ze nog in de buik. Dus dat is wel leuk. Um, maar ja, en ik denk ook in de politiek dat we, dat we ook echt wel het verschil hebben weten te maken. En dat gaat er met name om mensen die, uh, die het wat lastiger hebben. En uh, nou, dat vind ik echt wel, dat is ook het hoogtepunt dat je daar verschil kan maken. Ja. Waar kijk je met het meeste plezier naar terug? Nou, we hebben heel veel uh, mooie dingen gedaan, maar als ik dan kijk naar mijn persoonlijke situatie, ben ik het meest trots op mijn vriendinnetje die uh, alles achtergelaten heeft in Tilburg en nu uh, lekker bij mij woont in Breda. Ja. Van Tilburg naar Breda, ja. grote stap toch? Ja, maar volgens mij een hele goede stap, want uh, Breda is natuurlijk veel mooier, uh, mooier dan Tilburg, dus wat dat betreft uh, heeft ze een goede stap gemaakt. Nou, ik ben in 2016 opa geworden en dat is fantastisch en dat is thuis heel leuk en dat is ook een extra drive om deze wereld gewoon, een fijne wereld te houden waarin we leven. Het zou fantastisch zijn als in 2017 Breda nog meer een duurzame stad wordt, maar ook een gezonde stad. Uh, daar hebben we bij de begroting 2017 als D66 er al heel veel aandacht voor gevraagd. Onder andere uh, preventie in het socia sociaal domein. Want ja, zoals wij altijd zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Maar uh, waar we. Nog extra aandacht op willen vestigen is, uh, is sport in, uh, in Breda. En daarom uh, kijken we alvast vooruit naar de aankomende sportvisie, maar ook uh, de investeringen die we doen op het gebied van sport. Want ja, sporten en bewegen houdt gezond en uh, houdt Breda gezond en in beweging. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat uh, in 2017 niet alleen maar Bredanaars, maar ook overal, all over the world, mensen gaan opnieuw waarderen dat de democratie, manier waarop we democratie uitoefenen. En een zeer grote vervangenheid is. En dat we die moeten koesteren. En dat is onze vriend, maar een zeer kwetsbare vriend. Ja, het zou fantastisch zijn als we de eerste stap kunnen maken in 2017 voor het doortrekken van de nieuwe markt. Ook zo'n geweldig project, wat echt een behoorlijke kwaliteitsimpuls geeft aan Breda. Het is echt de bedoeling dat we hem helemaal doortrekken en single met single gaan verbinden. En het zou toch heel mooi zijn als volgend jaar al die eerste stap gezet wordt. De lokale politiek echt een boost krijgt. Dus wij hopen echt dat heel veel mensen zich gaan aansluiten bij Breda 97. En voor mij persoonlijk natuurlijk dat ik het fractievoorzitterschap optimaal ga doen. Dat is mijn privé streven. Dat mijn ondersteuners nog meer mensen naar ons toe trekken. En dat ze de politiek een beetje gaan voelen van. Ik wil toch nog wel eens een keer in een raad komen. Want de meeste ondersteuners bij ons die leveren. Goede productie, maar zij hebben niet de behoefte om bijvoorbeeld in een commissie of in de raad te willen zitten. Het zou fantastisch zijn als we ook in 2017 de OZB weer kunnen verlagen, hè? want dat is het belangrijkste wat wij moeten doen: lasten verlagen. Um, en het zou heel erg mooi zijn als we net zoals dit jaar heel veel mooie evenementen kunnen organiseren. Als je de zin zou afmaken, het zou toch fantastisch zijn als in 2017 de corruptie in de stad Breda afgeschaft is. Corruptie. Hebben we corruptie in Breda? Ja, hier in Breda hebben we helaas corruptie. En als we dat nou helemaal de kop in kunnen drukken, dan denk ik dat we nog een fantastischere stad worden als in 2016. Maar dit klinkt als een bananenrepubliek, Kees. Waar zit de corruptie? Wat bedoel je met corruptie precies? Nou, de corruptie eh, onder van allerlei lagen die bestuurlijk die dingen weggeven of dingen doen wat absoluut niet zou kunnen en dat toch gebeurt. En dat is een duidelijke vorm van corruptie. En dat klinkt inderdaad als een bananenrepubliek, maar als Breda, zeker het bestuursapparaat, zich gedraagt als een bananenrepubliek, ja dan ga je dat eens dus aanpakken dus gaan wij aanpakken cultuur integreert cultuur is een soort houvast dus ik wens voor breda dat we aan het eind van 2017 inderdaad een soort stevige uh, uitgangspuntenbasis kunnen hebben voor een duurzame een goede cultuurbeleid, cultuurplan, waar cultuurmakers op kunnen bouwen, waar kunsten floreren, waar iedereen gelijke kansen krijgt. En de tweede wens, cultuur integreert. En ik, ik zou wensen dat alle uh, nieuwkomers of, of mensen die komen uit allerlei winststrijken naar Breda, en dat bedoel ik voor allerlei redenen, dat die ook hun plek kunnen krijgen in Bredase cultuur. Uh, de meer relatiemanagers komen. Ik ben echt voor bedrijvigheid, voor meer werkgelegenheid. En als er juist ook geïnvesteerd wordt in meer relatiemanagers, meer verbinding met de bedrijven, met het MKB met name ook. Dan denk ik dat er nog veel meer, uh, veel meer verbindingen te maken zijn, veel meer te halen valt. Dus niet praten over werkgevers, maar met werkgevers. En ik denk dat we op die manier we daar veel nog ondernemende stad kunnen maken. En uh, ja, dat, uh, ja, dat zou fantastisch zijn. Als er in 2017, omdat we in Breda de vrede van Breda vieren, 350 jaar geleden, dat dat een beetje mag inspireren, al is maar een heel klein beetje, aan anderen om ook de conflicten die er zijn, waar ook de wereld, een beetje op te lossen, zodat we allemaal wat minder van die ernstige beelden zien, zoals we die nu uit Syrië nog steeds iedere dag uh, binnen zien komen. Dat heel veel meer mensen gaan beseffen dat de lokale partijen beter voor Breda kunnen beslissen, denken. Niet, dat is niet helemaal waar, maar ze zijn in ieder geval niet gerelateerd aan een landelijke partij... die hun toch een beetje inbindt, de lokale landelijke partijen. En als je als volledige lokale partij niet naar Den Haag hoeft te luisteren... dan mag je dus je eigen ongezouten mening geven zonder daarvoor op het matje te moeten komen. Dat vind ik heel prettig aan een lokale partij. Um, ja, ik vind het heel belangrijk dat uh, Breda veel socialer wordt en uh, dat er geen enkel kind in armoede leeft. Daar ga ik me heel sterk voor maken. Ik sta heel erg open voor nieuwe evenementen en die voornamelijk komen vanuit de stad zelf. Dus dat mensen zelf initiatieven nemen en dat wij als gemeente zorgen dat mensen daar de mogelijkheden voor krijgen. Zo dus min mogelijk regels om te komen tot een mooi evenementenbeleid. Redda is echt een feeststad aan het worden. Hè? Met de Eneco tours en alle evenementen van die. Hè? Dat we dat nog volgend jaar ook nog wel weer door weten te zetten. En dan niet alleen in de, in de grote van, de, van die grote evenementen als Serious The Quest. Maar ook gewoon in de wijken en de dorpen met elkaar nog meer feest weten te maken. En, een stoppen in het positieve. Dat lijkt me echt. Dat zou voor mij wel een mooie 2017 zijn. Als die trein naar Antwerpen eindelijk gaat rijden en als NAC gaat promoveren. Het zou fantastisch zijn in 2017 als de SP samen met andere partijen. Uh... Een rechtvaardig armoedebeleid kunnen opstellen voor de komende jaren. Het is namelijk zo dat er ook in Predara een kloof is tussen mensen die het financieel goed hebben en mensen die het niet goed hebben. Ja, er zijn ook steeds meer uh, mensen die hard werken, dus werken die nauwelijks kunnen rondkomen. En uh, daar wil ik me persoonlijk met hart en ziel ook in 2017 voor blijven inzetten. Uh, maar dan zit je in de sfeer van belangenverstrengeling. Zit, bedoel dan je, dan je dat? We zitten heel duidelijk in de sfeer van belangenverstrengeling en dingetjes uh, doen die eigenlijk qua uh, uh, de leuke dingen, en dat bedoel ik met de leuke dingen, dat je zou zeggen van dat mag niet en dit bijt mekaar en dat gebeurt. En uh, politici maken ze die, die zich schuldig aan belangenverstrengeling? Jazeker. Inclusief Bob? Nee, Bob niet. Bob, is, Bob brengt je veilig thuis en Bob doet niet over belangenverstrengeling. Oh. Nou ja, we hebben een prachtige tegenbegroting gemaakt. In 2017 gaan we die uh, glansrijk invullen. En wij gaan uh, hard uh, aan de slag om de verkiezingen van 2018 te winnen. 2018: verkiezingen met hoeveel zetels wil je in de Raad? Nou, uh, met hoeveel zetels wil ik in de Raad? Als ik nu kijk naar de huidige bezetting die ik het heel graag zou willen gunnen, dan zouden dat twee of drie zijn. Daar gaan we voor. Bedankt. Oké. Okay. Oh, dat is toch gelukt? Ja. Dank je. Heb je zelf ook voornemens op sportgebied? Voor jezelf? Ik heb afgelopen jaar een paar hardloopwedstrijden gelopen en ik wilde eigenlijk de drie wedstrijden doen. Dus de tien van het Aagje, de vijf van Bavel en de singelloop. Ik heb er helaas dit jaar de vijf van Bavel moeten missen, maar ik heb aan een aantal collega-raadsleden wel de belofte gedaan dat ik ze volgend jaar wel alle drie ga lopen. Persoonlijk zou ik bijvoorbeeld veel meer aandacht willen besteden aan mijn moestuin, veel meer in de natuur willen zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat het dit jaar ook wel door een gezondheidsprobleem veel minder van gekomen is. Dus dat is eigenlijk mijn persoonlijke streven om volgend jaar nog veel meer buiten te zijn. Ja, dat mensen toch wel iets aardiger voor elkaar zijn. Uh, daar hadden wij het net over. Hè? Omdat ja. het zo belangrijk is. Um, Breda en er zijn er voor elkaar, zijn er voor anderen. Ze doen mee, daar had ik het net al over. En uh, nou, we hopen dat dat uh, in 2017 nog meer te en vooral ook weer wat positiever gaan worden.